We hebben net de afronding van een training gehad, een gap training, Good Agriculture Practices. En voor een groep agrariërs uit het hele land, uit alle districten, ondersteund door de WUS, dat is een Canadese organisatie. En het is de bedoeling om de mensen meer kennis bij te brengen ten aanzien van een goede agrarische praktijken. Omdat wij in het streven van de hele wereld, de IBB, de CARICOM-leiders, waarin iedereen schreeuwt om meer voedsel, want u weet, de schaarste is er al. Bijna 1 miljard mensen in de wereld die lijden aan honger of hebben tekort aan voedsel. Vandaar een oproep door de hele wereld wordt gedaan van landen die genoeg land hebben, die genoeg water hebben. Mensen produceren alsjeblieft meer voedsel. We gaan jullie daarbij ondersteunen. Maar hier intern moeten zaken natuurlijk ook goed op orde zijn. En als je even te veel produceert voor de lokale markt, is de markt overspoeld, gaan de prijzen omlaag met allerlei gevolgen van dien. Maar wil je voor de exportmarkt produceren, waar de vraag gigantisch is, dan ga je gecertificeerd voedsel moeten produceren. Vandaar deze training, die met ondersteuning van WUS verzorgd wordt, door onze trainers hier. We hebben die know-how in huis. En we gaan door. Het streef is om voor de komende 5 maanden, of in de komende 5 maanden, nog 250 van deze agrarische trainen. En volgend jaar zullen we dit programma verder voortzetten. When we study about GAP, HACCP, ISO, it all in the bookish language we study and we wrote the paper in examination. But here for the training, as a training basis, I know the practical thing, more practical, and how to wear clothes, how to use the chemicals, how to go in the field and work, how to protect our field, how to protect our vegetables, how to carry them to a good place. See, all the practical things what we need, we know that in this class. We hebben geleerd hoe we om moeten gaan met onze transporteren. Dus eerst moet het schoon zijn. Wanneer je misschien pesticiden in je transportauto gaat zetten, moet je het eerst schoonmaken voordat u misschien uw producten gaat transporteren naar ergens verder. En ook hebben we geleerd van wat GAP is. GAP staat voor Goede Agrarische Praktijk. Ik plant daar samen met mijn vader. Datgene dat ik heb aangeleerd, zal ik prima toepassen.